Dank je wel. Wacht even, het is nog niet echt bezig, dus... maar ik dacht, ik kan toch... Allee, de mens staat niet elke dag in de carré. Dus ik dacht, ik ga even rustig kennis maken voordat we officieel met de show beginnen. Voilà. Ik ben Filip Geubels. Ik zal bij u beginnen daar en dan gaan we zo... Nee, maar wel belangrijk. Ik zou wel even de tijd willen nemen om de gevoelige mensen te waarschuwen. Want er zal straks tijdens de voorstelling emotie zijn. Oké? Als ook expliciet taalgebruik en er zal wel eens een knipoog gegeven worden naar sommige minderheidsgroepen van onze maatschappij. Als er mensen zijn die tijdens de show zoiets hebben van nou, ik heb zoiets van dit kan niet, geen enkel probleem, geef even een seintje, dan leggen we de show stil en dan kan u rustig naar buiten gaan. Oké? Dank u. Dat heeft me eigenlijk iets van het hart. Ik was hier in een artiestenfoyer in een krantje aan het bladeren, een plaatselijk krantje hier van Amsterdam. Er stond een stuk in over vanavond. Er stond in, Filip speelt een dom typetje met een traag, kneuterig stemmetje. Ik ben dus echt zo. Het is ook in het Vlaams te doen, maar zoals jullie waarschijnlijk al scherp hebben opgemerkt, doe ik wel mijn best om verstaanbaar Nederlands te spreken. Toch zou het kunnen dat ik tijdens de voorstelling straks in een raar soort Vlaams dialect schuif dat niemand begrijpt, zonder dat ik het zelf doorheb. Dus daarvoor zal ik een communicatieverantwoordelijke van het publiek aanduiden die dan onmiddellijk kan ingrijpen. Ik zoek iemand dat er wat intelligent uit ziet. Tweede rij misschien. Sorry. Hier, deze dame. Ja, u ziet er fantastisch uit. Wel opgevoed en intelligent. Hoe is uw naam? Jentel. Ja. Kan iemand anders baggeren? Nee, Jentel? Oké, nee, sorry. Jentel. Dat is gewoon moeilijk om te onthouden, maar ik ga mijn best doen. Jentel. Oké, Jentel. U wordt vanaf nu communicatieverantwoordelijke van het publiek, oké? Dat is een ernstige verantwoordelijkheid. Als er vragen zijn, opmerkingen, dingen die niet goed verstaanbaar zijn, dan mogen jullie dan naar Jentel communiceren. Wat is uw gsm-nummer, Jentel? Ik heb ook al een lijstje klaargemaakt met Vlaamse woorden die in de show voorkomen. We zullen die al doornemen. Dan moeten jullie daar Jentel al niet voor lastig vallen, hè? Ah, heel belangrijk. Zagen is zeuren bij ons. Oké? Okay? Dus wij zeggen zagen tegen zeuren. In de zin van ze is weer aan het zagen. Oké? Okay? Of hij is weer aan het zagen. Sorry. Microgolf. Magnetron. Nee. Ja. Dag. Doeg. Blijten. Blijten is huilen. Oké? Okay? Dus blijten betekent huilen. In de zin van, ze is weer hij is weer aan het blijven. Zeven betekent zeven, maar dan juist uitgesproken. Appelsiensap, jus d'orange. Appelsap, jus d'orange met appel. Belangrijk, van de Aldi. Van de Aldi. Van de Aldi. Dat is een uitspraak. Dat is een uitspraak die wij vaak gebruiken bij ons om een goedkopere versie van iets of iemand te beschrijven.
Dus bijvoorbeeld, Jody Bernal is de Julio Iglesias van de Aldi. Dat is tegen. Dan. Ah ja, trakteren, daar heb ik nog geen Nederlands woord voor gevonden. Dat vond ik zelf grappig. En als laatste de koolruit. De koolruit. Dat is een Belgische supermarkt. De koolruit. Vergelijk het een beetje met een Albert Heijn van een Aldi. Ja. Alright. Top. Ik voel het, jongens. We kunnen beginnen, denk ik. Ah, wel belangrijk ook, dat is misschien wel liefde en warmte uit het publiek. Oké? Tijdens de voorstelling, want anders dan klap ik dicht. En dan is het voor niemand niet meer leuk, natuurlijk. Dit is een vrij imposante zaal voor mij, ik geef dat eerlijk toe. Ik heb pleinvrees. Niet gelogen, echt niet. Ik heb ook een aantal sociale angsten, waardoor ik een aantal beperkingen heb in het leven. Bijvoorbeeld openbaar vervoer gebruiken is heel moeilijk voor mij. Grote open vlaktes, heel drukke plaatsen, trein, tram, bus. Bepaalde weersomstandigheden, zoals onweer, hevige wind, zware regenval. In de auto, op de autosnelweg en in de bebouwde kom. En ik kan ook niet plassen als er iemand in mijn buurt komt. Dat heeft echt een medische benaming. Plasfrigide noemt dat. Dat zegt, ik ben dus lichamelijk niet in staat. Als ik op café aan het plassen ben en er komt een man naast mij plassen, bij mij stopt dat onmiddellijk. Ik kan niet verder plassen. Maar dat is heel lastig, want dan staat je gewoon op de mannentoilet met uw lul in uw hand. Hè? Dus ik probeer dan zelf dat geluidje na te bootsen. Ik zie jullie zo al denken, hè. Ja, dat is toch niet erg. Je bent aan het plassen, er komt iemand bij staan, die is weg en jij kunt verder plassen. Ik heb zoiets naast iemand gestaan, die had net hetzelfde. 2 uur hebben wij er belachelijk staan gedaan, hè. Maar goed, dan vliegen we erin, hè, jongens. Jentel klaar? Ja. Dat kan enthousiaster, hè. Jentel klaar? Ja, helemaal. Ja. Goed. Hebben we dat op camera? Oké, ik heb er zin in, jongens. Ik ben vast van plan om de eerste Goebbels te worden dat Nederland verovert. Het is nog niet bezig, het is nog niet bezig. Oké, dan beginnen we. Ja, misschien wel kort het concept om echt goed van start te gaan. Dat is misschien wel belangrijk. Ik zou echt willen beginnen zoals bij een echte show. Oké, ik heb zelf een beetje een decor in elkaar geknutseld. Echt typisch Belgisch. Ja, ik kan het nog niet verklappen. Typisch Belgisch, je zult het wel zien. Maar dus, ik ga nu naar achter. Oké, ik zet mij klaar. Dan is er een korte stilte. Niet panikeren. Dat is gewoon de technieker van achteraan. Die vraagt dan de technieker in de zaal. Mag het ook open? Dan zeg je, ja, doe het maar. En dan zeg je, ja, ben je zeker? Dan zeg je, ja, zeker. En dan gaat het ook open. En dan lichten en muziek. En oh, het kan niet op, het kan niet op. En dan roept er zo'n voice-over, showstem. Dames en heren, hoe fantastisch dat ik ben. Die kondigt mij dan aan. Ik kom op, ik begin te vertellen. En jullie zitten hier van nou, nou, nou. Oké? Okay? Ah, hier, ja. Goedenavond, dames en heren. Welkom op de show van Philip Goebbels. Het wordt een show die zijn weerga niet zal kennen. Op tournee door Afrika, Tokio,
In Amerika is hij nog nooit geweest. Maar vanavond is hij desondanks toch hier. Dames en heren, hier is de seksslaaf van de humor. De Socrates van de Queenslike. Philippe Keubel. Ja, nu ga ik het gewoon verder eigenlijk. Ik ben blij dat ik hier ben, jongens. Echt waar, je kunt dat niet geloven. Ongelooflijk, zeg, in de mooiste zaal van Nederland, de Carré. Ik heb zelfs speciaal de fruitpers meegebracht. Ik dacht, dan kan ik zeggen, hoho, en de pers is er ook al. maar dit is echt een droom, hè. Dat is echt een droom dat uitkomt, hè. Letterlijk en figuurlijk. Ik heb gedroomd over vanavond. En niet alleen ene keer. Ik heb de 5 jaar dat ik in de supermarkt werkte altijd gedroomd om te mogen gaan optreden. Ik vond dat echt verschrikkelijk in de supermarkt werken. Hey, dat werk op zich valt goed mee, hè? Zo dingen in een rek zetten. Maar het zijn de mensen die er komen winkelen dat ze kloten maken. Echt waar. Heel een dag domme vragen beantwoorden. Je moet weten, in de koolruit moesten wij werken in zo'n lange blauwe werkschort, tot hier zo. Een lange blauwe werkschort, zo'n typische werkschort, tot hier. En hier stond dan in het groot, flashy oranje, koolruit op. Hier, vooraan, stond er koolruit. In grote, flashy oranje letters stond de naam van de winkel eigenlijk. Koolruit stond hier. In grote, flashy, oranje letters op die lange, blauwe werkschort. Excuseer, meneer. Werkt u hier? Nee. Dit is een fetish van mij. Ja. Ik heb hieronder ook niks aan, hè. Nee. Vandaag kom ik mij aftrekken op de wortelen. Echt waar, een hele dag domme vragen beantwoorden. Pas op, dat is trouwens niet veranderd in dit leven. Je moet nog altijd domme vragen beantwoorden. Vorige week nog belde zo'n journalist van zo echt een kutroddelblad bij ons in België. En die vroeg dus letterlijk... Ja, maar Geubels, hoe schrijf je dat juist? Ik zeg, ja, heel gemakkelijk, zoals meubels, maar met een G. Ah... Meubels. Dat is niet waar, zo. Dat heb ik zelf verzonnen. Gewoon thuis. Maar ik krijg echt zo'n vragen, hè. Dat zegt hij ook van ernstige journalisten. Die stellen ook domme vragen. Er belde er een en tijdens een interview vroeg die dus... Ja, maar Filip, zijt je dan in de koolruit gaan werken... op dat moment van uw leven, omdat je geen diploma's had. Ik zeg, nee, dat was een droom van mij. Van jongs af aan, altijd in een supermarkt willen werken. Nee, weet je wat? Ik wou eigenlijk ontwikkelingswerk doen. Maar ja, dat is dan zo lang vliegen, hè. Je vliegt naar Afrika, je leert daar een neger lezen. Vanaf dat die kunnen lezen, vluchten die naar hier voor hier in de koolruit te komen werken. Ik dacht, kom, ik zal het ineens zelf doen. Zelfs op mijn sollicitatie bij de koolruit. Waarom wilt u hier werken? Ik zeg, ja man, ik ben gek van rekken. Oh, ik kan geen rek zien of ik moet het vullen. Houd me tegen. Ja, maar hebt u ervaring? Ik zeg, ja, nee, wat denkt jij? Dat ik hier s'nachts stiekem de rekken kon vullen? Domme vragen. En weet je, dat is echt... Daarom is dat een droom dat uitkomt. Dat ik mag optreden. Ik vind dat echt... Dat is... Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.
In de koolruit, als ik daar werkte, ik moest mij elke dag naar mijn werk slepen. Ik raakte nooit uit mijn bed. Ik kwam elke dag te laat. Mijn baas altijd kwaad. Maar Filip, je weet toch om hoe laat dat we beginnen? Ik zeg, ah nee, jullie zijn altijd al bezig als ik binnenkom. En niemand had dat verwacht, hè. Uit mijn omgeving, niemand had verwacht dat nu net ik zou gaan optreden. Dat is echt, ik ben altijd een bange jongen geweest. Nu nog altijd. Allee, dat is echt, ik ben opgegroeid in Dendermonde. Dat is een klein dorp bij ons in België. Ik was het kleinste, magerste mannetje van het dorp. Ik ben grotendeels grootgebracht door mijn grootouders. Mijn ouders waren er wel, maar die hadden het altijd heel druk. Die hadden een eigen dierenwinkel en die verkochten alleen dode dieren. Een slager, zoals jullie dat hier noemen. Maar ja, dus ik zat altijd bij mijn grootouders. En dat was fantastisch, hè. Pas op, hè. Mijn grootmoeder die had Gilles de La Tourette en dyslexie. Die was een hele dag aan het roepen. Zakkloot! Lapsmeer! Lul! Ja, is ja. En dan mijn grootvader een hele dag terug aan het roepen. Ik zie niks niet meer! 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 Ja, mijn grootvader die was blind en dement. En die vergat dus altijd dat hij blind was. Ja, dan blijf je bezig, hè. Dat is, ja, dat is een soort visueuze cirkel. Mijn grootvader is uiteindelijk gestorven. Die had iets in zijn oog gekregen. Een Peugeot 206. Vinden jullie blijkbaar heel leuk. Maar optreden, ja, dat is... Dat heeft heel mijn leven veranderd, optreden. Ik werd ook heel veel gepest vroeger. En je kunt je dat waarschijnlijk wel voorstellen op school. Stom ventje, met je brilletje en je belachelijk stemmetje. Vieroog, rotjong, met een pennenbak vol tandpasta, met een hoofd in het toilet. En dat was dan alleen nog maar de leraar wiskunde. En daarom optreden in mijn leven veranderd. Want nu, vroeger, ik werd voor het minste bijeengeslagen. Als komiek mocht je veel meer zeggen. Dat is ongelooflijk. Bij ons op café, echt zo'n kerel, 2 meter in de hoogte, zo breed, vol tatoeages, piercings. Oh, een tatoeage van Satan dat een sigaret ontroken is op zijn voorhoofd. Komt zo naar mij zo van... Hey, Geubels! Ik moet dan u iets vragen. Ik zeg, jongen, laat mij gerust. Ik praat niet mee uit, schot. Ja. Maar ik meende dat wel, hè. Maar dat mag als komiek. Zelfs bij de politie werkt dat. Ik werd tegengehouden voor alcoholcontrole. Typisch een agent, hè. Zo'n grote snor en zo'n blik in zijn ogen van er brandt wel licht, maar er is niemand thuis. Hier, de Geubels. Hier, hè, van de tv, hè, de Geubels. Hier zijn ze, Filip Geubels, hè, de Geubels. Hier, onze komiek. Ik zeg, ja, dag collega. Collega's zijn we nu nog niet, hè. Ik zeg, kom, we doen toch allebei een job voordat je niet slim voor moet zijn. En dat mag. Bij ons in Antwerpen, er kwam zo ineens een Marokkaan naar mij. Ze van, hey, ik moet iets vragen, ik moet iets vragen. Ik zeg, jongen, laat mij gerust. Ik praat niet met Marokkanen. Ik vind dat vies. Ja, toen heb ik wel slaag gekregen. Je had mij niet herkend, zeker. Maar dat is ongelooflijk. Dat is echt ongelooflijk hoe dat je leven verandert als je op tv komt. Echt alles verandert. Je kunt dat op voorhand nooit inschatten wat een impact dat deed. Echt in België, overal waar dat ik kom nu, is er iemand dat mij herkent. Overal. Zelfs aan een telefoon. Dat is echt, als ik naar de nummerinformatie of zoiets bel, onmiddellijk. Hé, hey, zijn jij Filip Geubels?
En je kunt je niet verstoppen, hè. Een groot voordeel dat er tegenover staat. Je krijgt wel overal korting. Op schoenen, in brillen, meubels. Zelfs met mijn verbouwingen. En mijn aannemer was fan. En die had dan zo in heel... Aannemer is hier toch hetzelfde, een jentel. Iemand dat je huis half verbouwt en dan verdwijnt voor een paar weken. Aannemer, hè. Mijn aannemer was fan. En die had gratis zo intelligente elektriciteit geïnstalleerd. Zo van die domotica. Dat is een heel handig systeem. Dat moet je gewoon zo in je hand klitsen om het licht aan of uit te laten gaan. Maar die had dat dus ook op mijn slaapkamer gezet. Elke keer als ik tijdens de seks op mijn vrouw haar gat aan het klitsen was, dan ging dat licht aan en uit. En beneden de garage open en die... En dan met een buurman, waarom gaat elke eerste dinsdag van de maand jullie garage openen? Het enige voordeel dat ik had aan dat systeem, mijn vrouw had epilepsie. En als dat licht dan zo aan en uit begon te gaan, dan kreeg die zo'n aanval en dan trok dat wel allemaal een beetje strakker. Ja. Ik moest alleen oppassen als ze aan het pijpen was, dat ik niet zo... Ja. Ah ja, ja, dat... Ja. Dat is privé misschien ook. En het ergste van al, ik kan dus ook niet nee zeggen, hè. Ik ben dan als wederdienst gaan optreden voor die aannemer. Echt, op zijn nieuwjaarsreceptie. Een zaal vol met aannemers. Ik heb 5 moppen verteld en dan heb ik gezegd, de rest kom ik binnen 2 weken doen. Zij snapten het niet. Ik ben zo blij dat dat gedaan is, die verbouwingen. Er is toch niks erger dan verbouwen, hè. Of bij vrienden op bezoek gaan die net verbouwd hebben. Dat moet altijd mee op de rondleiding. Oh. Maar voor het laatst waren we bij vrienden. Vroegen ze van, ja, zou je het erg vinden om mee een rondleiding te doen? Ik zeg, nee jong, doe maar. Wij wachten beneden wel even. Weet je wat wel leuk is? Als er zo vrienden verbouwd hebben, hè? En je weet, die hebben echt 5 jaar van hun leven daaraan besteed, hè, aan die verbouwingen. Die hebben ruzie gekregen. Die zijn bijna uit elkaar gegaan van miserie. Dat huis is uiteindelijk klaar. Jij komt er op bezoek. En dan moet je zeggen, amai zeg, hier kun je niet mooi van maken. Dan krijgen die terug ruzie. Die gaan uit elkaar. En je kunt dat huis supergoedkoop opkopen. Met ons is het eigenlijk begonnen aan de kassa van de Colruyt. Ik heb mijn vrouw echt waar aan de kassa van de Colruyt leren kennen. In de Colruyt, dat is een speciaal systeem. Als je daar werkt, moet je alles doen. Je schuift door. Je moet zowel in de winkel werken als aan de kassa. En mijn vrouw wachtte speciaal altijd tot als ik aan de kassa stond, om dan langs mijn kassa te passeren. En ik durfde ze nooit aanspreken. Ik was altijd veel te zenuwachtig. Ik heb echt op een dag al mijn moed moeten bijeenrapen om ze mee op date te vragen. Maar die date was echt... Mensen die al iemand gevonden hebben, die kennen het gevoel dat ik wil beschrijven. Je zit samen aan tafel en je moet niet nadenken over wat het volgende is dat je tegen elkaar gaat zeggen. Hé, dat komt vanzelf. Je kunt zo uren blijven praten zonder stil te vallen. Je kunt perfect ook elkaars zinnen afmaken. Dat is alsof je met 2 één adem ademt. Je ziet ook de rest van de wereld niet meer. Je ziet alleen elkaar. Dat hadden wij totaal niet. Echt waar, ik was veel te zenuwachtig. Ik durfde zelfs niet meer drinken. Ik had echt het gevoel, als ik dronk, dat dat rechtstreeks langs mijn oksels en tussen mijn billen terug uitliep. En dan van die zenuwscheten laten. Geloof mij, je wilt geen zenuwscheten laten als er vocht tussen je billen staat. Dat maakt geluiden dat je nog nooit gehoord hebt. Maar ik ben blijven proberen. Liefdesbrieven schrijven. Cassetjes met romantische muziek samenstellen en voor de deur gaan liggen.
elke dag bloemetjes laten bezorgen, liefdesliedjes aanvragen op de radio, ze midden in de nacht wakker maken met een ballade onder de slaapkamer aan. Weet je, ze had wel gelijk. Ik was er nog niet klaar voor, ik was nog niet rijp genoeg. En dan een paar jaar later, als ik wat volwassener was en mijn straatverbod was opgeheven, zijn we toch nog samengekomen. In de eerste 7 jaar van ons huwelijk hebben wij geen enkele keer ruzie gemaakt. En dan natuurlijk, dan begint dat, hè. Zo die kleine ergernisjes dat groter worden. Zo, je begint zo de slechte kantjes ook te zien. Ik weet niet. Jentel, is uw man hierbij? Nee. Nee? Nee. Zijn ze hier koppel, zeg je, denk ik. Zijn jullie een koppel? Ja? Hoe is uw naam, meneer? Wim. Wim? Wim, goeie naam. Niks grappig over te zeggen. Spijtig. Wim en Esther. Esther. Hoe lang zijn jullie samen, Wim? 4,5 jaar. 4,5 jaar? Oh, Wim, dat is nog wel plezant, hè? Nee? Ah, daar. Jullie zijn al lang samen, want er zitten al mensen tussen zenigen. Hoe is uw naam, mevrouw? Marjolein. Marjolein. En? Tom. Tom. Tom en Marjolein. Hoe lang zijn jullie samen, Tom? Allee, je hebt nu keilang kunnen nadenken. Je hebt de vraag niet zien aankomen, Tom. 25. Voilà. En dat bedoel ik nu, Tom. En ik bedoel dat heel volwassen. Maar geef toe, als je zo lang samen bent, dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik bedoel dat niet slecht, maar dat gaat met ups en downs. Toch? Voilà, ja. He, je zult dagen hebben dat Marjolein je prinses is, maar je zult ook dagen hebben dat je denkt, geef me nu een zwaarpuntig voorwerp. Ah, ja. Van die dagen dat de gevangenis er aantrekkelijk begint uit te zien. He. Tom, ik bedoel dat ook weer heel volwassen, maar aan welke eigenschap van Marjolein ergert u zich het hardste? Ja, ik heb tijd. Hè, dat denk ik. We knippen dat gewoon. Dat ze vaak naar de bed gaat. Dat ze vaak laat naar bed gaat. Oké. Okay. Die een antwoord echt. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. En nu wordt dat juist opgenomen vanavond. Oh, Tom, wat doe je nu toch? Hey, Tom. Echt waar, hè? Wat jij net deed, dat is echte liefde. Dat is echt waar. Wat Tom net deed, dat is echte liefde. Want wat Tom hier nu net gezegd heeft, hè, dat is van kijk, dat ergert mij aan Marjolein. Maar we zijn al 25 jaar samen, dus wat zegt dat over onze liefde? Dat zegt dat ondanks die ergernissen mijn liefde voor Marjolein toch groter is. En ik kan dat hier ook luid op tegen Marjolein en voor heel die zaal zeggen, want mijn liefde overtreft dat. Wordt er toch nog geneukt vanavond, hè? Dan heb ik u mooi het gered, hè, man. Mijn vrienden, liefde, dat is fantastisch. Verliefd zijn, dat is echt fantastisch. Maar dat is gewoon een chemische reactie in uw lichaam. He, waardoor dat je één vrouw ziet staan en dat is de vrouw en dat is de beste vrouw ter wereld. En dat is echt tof en gemakkelijk, want je ziet alleen die vrouw staan. Maar dan wordt liefde houden van. En dat is ook heel romantisch. Maar dat wil wel zeggen dat je terug verliefd kunt worden op andere vrouwen. Hé, Tom? Dat is zo leuk om te vragen, hè. Dan krijg je zo de hert in koplampenblik.
En dan... Nee. Op zo'n vragen moet je voorbereid zijn als man Tom. Dat is toch waar? Dat moet je echt leren. Als er nu iets is waar dat vrouwen goed in zijn, dan is het toch uit het niets van die moeilijke vragen stellen waar dat je nooit juist op kunt antwoorden. Ja, dat is toch. En als je iets te lang nadenkt over je antwoord telt niet meer, hè. Het telt niet meer. En ze hebben het gezien, hè. Ze hebben er een radar voor, hè. Een kleine aarzeling en uw antwoord telt niet meer. Is mijn gat niet te dik in deze rok? Te laat. Dat is zo. Je moet als man eigenlijk standaard antwoorden in je hoofd klaarzetten. Hier, vooraan. Voor als je van die moeilijke vragen gaat krijgen. Dat moet je doen als man. Hier, standaard antwoorden. Dat je die onmiddellijk kunt gooien als zo'n vraag komt. He, is mijn gat niet te dik in deze rok? Nee, is een hele mooie rok. Upsa. Direct. En voor elke situatie moet u voorbereiden. He, bijvoorbeeld, nog zo'n situatie. Je zit samen in een auto. Je moet een eindje rijden. Je zit al wel langer samen, dus er wordt niet meer heel de tijd gebabbeld. Er staat muziek op, het is stil. Je zit allebei in gedachten verzonken. En dan opeens vraagt zij... uit het niets. Waar denk je aan? En als je niet snel genoeg antwoordt, heb je een probleem, hè? Wat is er? Zijn er nu snel iets aan het verzinnen? Mag ik het niet weten, misschien? Zijn er weer aan die slet van uw werk aan het denken? Standaard antwoorden, dat moet hier al klaar zitten. Aan wat denk je? Een kip loopt nooit zomaar door de woestijn. Upsa. Ja, dat komt heel diepzinnig over en die raken er volledig van in de war. Mijn vrouw deed zelfs alsof dat ze dat begreep. Ah, ja. Ja, kom Tom. Hey, ik overval u nu met die vraag, maar eigenlijk, als we echt eerlijk zijn... verliefdheid, daar kunnen we niks aan doen. Dat is nu eenmaal, mensen zijn geen monogame dieren. He, dat is spijtig genoeg nu eenmaal zo. Dat is puur biologie. Mensen worden verliefd. Dat kun je niet tegenhouden, dat is de natuur. Dat is zoals shawarma gaan eten dat je gedronken hebt. Dat gebeurt gewoon. Ik heb trouwens ontdekt, shawarma is het enige eten dat hetzelfde ruikt de moment dat je dat op hebt. Ik ben aan het afwijken. Maar je wordt verliefd, dat is ze, dat kun je niet tegenhouden. Ik heb dat eerlijk gezegd tegen mijn vrouw. Ik weet nog, tijdens mijn huwelijk, ik werd verliefd op iemand anders. Ik heb dat onmiddellijk thuis verteld. Ik heb gezegd, schat, luister, die rivier van liefde, die moet blijven stromen. Als je die probeert in te dammen om zelf meer van te drinken, dan lopen die oevers over. Een boom staat nooit alleen in een bos. Wie kan kerven, hakt niet. In diepe waters is het moeilijk pissen. De hemel en de aarde zijn eeuwig omdat ze niet voor zichzelf leven. Als het regent, besproeien de akkers niet. Als de zon schijnt, steek je geen licht aan. Ja, ze begrijpt dat dan wel. Maar je wordt verliefd, hè. En dan de seks, natuurlijk. De seks, dat is nog zo'n obstakel. Ay, de sleur in het algemeen, eigenlijk. Hey, Tom. Nee. Oh, sorry, het lijkt alsof ik u viseer. En dat is ook zo. Maar... De sleur, dat is iets gevaarlijks. Wat doen jullie bijvoorbeeld om de sleur tegen te gaan? Je komt naar mij kijken. Dat mag je niet doen, Tom. Daar gaat ze niet nat van worden. Dan, hè. Ik trek vrouwen droog, dat is echt. Nee, maar de sleur. Echt, bij ons was dat elke avond hetzelfde ritueel. Mijn vrouw die ging naar boven, die ging zich klaarmaken, die ging in bed liggen. Ik ruimde beneden nog een beetje op. Dan was het seks. Ik zette de computer af en ik ging ook naar boven.
Het is zo, de seks is moeilijk. En seksuologen zeggen dan van, ja, maar je moet elkaar verrassen. Hè? Je moet experimenteren. Hè? Nieuwe dingen zoeken. Ik kan u verzekeren, na 8 jaar hadden wij alles geprobeerd tot de ziekste dingen toe. Behalve plasseks. Waarom, Jentel? Ik kan niet plassen als er iemand bij is. Maar voor de rest alles, hè. Echt waar. SM, met zo'n rode bal in haar bakkes. Tepelklemmen, startkabels, gummiknippers, rollenspel. Rollenspel, dat was een idee van mijn vrouw. Die kon voor geen meter acteren. Een tweede keer als ze rollenspel wou proberen, heb ik gezegd... Oké, schat, is goed. We proberen het nog 1 keer. We spelen een uitgeblust koppel van rond de 30, waarvan dat de vrouw nog wel eens rollenspel wilt proberen, maar de man ziet dat echt niet zitten en gaat heel de nacht met zijn vrienden drinken op café. Tot straks, hè. Hebben we dan ook niet meer gedaan. Op een bepaald moment hebben we een boek gekocht van goedele liedjes. En dan is het helemaal bergaf gegaan met ons seksleven. Jullie kennen goedelen hier toch ook, hè? Wat een ziek wijf is dat, hè? Wat dat hij allemaal durft opschrijven. Er staan dingen in die haar boeken, zoals... neurien tijdens de orale seks. Ik herhaal, neurien. Begint maar, hè. Ik kan u al zeker 1 tip meegeven als je dat nu thuis gaat proberen. Zeg dat even op voorhand tegen uw partner. Maar nee, dat zou als verveling kunnen overkomen. Ah. Er staat een passage in je boek van goedelen. Maar serieus, dat is echt belangrijk dat jullie weten dat ik dat niet verzin. Dat komt letterlijk uit je boek en ik verzin het niet. Echt waar. Daar staat in... als je het orgasme van je man wilt versterken of verbeteren, dan moet je dus op het moment dat hij klaarkomt, en ik verzin het niet, een ijsblokje in zijn gat steken. Ik verzin het niet, hè. Nu gaan we dat hier eens allemaal samen praktisch overlopen. Hoe begin je daaraan? Loopt uw vrouw op het moment dat je klaarkomt naar de vriezer? Dan moogt je al niet te groot wonen. Hey, of leg een ijsblokje klaar in een glas op uw nachtkastje en dan kom aan, rap, het is aan het smelten. Ik kan mij niet meer concentreren. Hè. Als ik bezig ben en ik zie een ijsblokje mij aanstaren... en ik hoor dat zeggen, vriend, als je durft klaarkomen, ik zit erin, hè. Ijsblokjes hebben geen toegankelijke vorm. Die zijn vierkant. Er is geen enkel ijsblokje dat een beetje smaller begint en dan langzaam breder wordt. Als je dat nu toch wilt proberen, dan raad ik u zo'n raket aan. Ja. Je kent die lollies, hè? Die beginnen een beetje smaller en die worden langer. En kunnen nog pochen tegen uw vrienden. Ik ben tot geel gerokt. Dat is zo leuk om te vertellen, hè? Maar ja, ik weet nu, jullie gaan nooit meer zo'n raket kunnen eten. Ja, dat was dan nog niet het ergste dat hier in die boek stond. Dat is nog het ergste, dat niet het ergste was. Er stond letterlijk een passage in die boek. En ik herhaal, ik verzin het niet. Ik denk ook dat Godel die passage niet zelf heeft geschreven. Want daar stonden dus 10 verschillende technieken in beschreven voor mannen om te masturberen.
10 verschillende technieken. Hoeveel manieren ken je? 1. Voilà. Gezonde jonge man. Wie vindt dat uit? 10 verschillende technieken. En elke techniek had dan ook nog eens een benaming gekregen. He, dus je had de bergbeklimmer, de vreemdeling. De vreemdeling, dat ga je waarschijnlijk kennen. Dan moet je zo'n kwartier op je hand gaan zitten, tot er geen gevoel meer in zit. En dan is dat alsof dat je dat niet zelf doet. Komt niet van mij, hè. Echt niet, hè. En dan staat er tussen haakjes, je kan ook de hand een kwartier in de vriezer leggen. Maar wie vindt dat uit? Hoe kom je daarop? Ik heb daar echt over nagedacht. Hè. Ik dacht, ja, heeft die man zich er echt eens op een dag aangezet? Van oké, okay, ik kan dat eens uitvinden. Of, ik dacht eerst van, dat zal per ongeluk gebeurd zijn. Hè, zoals veel grote uitvindingen in de geschiedenis, per ongeluk. Hè, die was te lang in de vriezer bezig. Of had te lang op zijn hand gezeten. En je dacht, joh. Dat moet ik eens proberen. Hè. Per ongeluk. Dan stond er een techniek in waarbij dat je dus zo moet gaan staan. Zo. Verzin het niet, hè. En dan moet je dus tijdens het masturberen je ballen in een kopje lauw water hangen. Dit kan niet per ongeluk gebeurd zijn. Ik heb het geprobeerd en mijn vrouw kwam binnen. Dat is nog... Dat op zich was niet zo erg, maar haar moeder was erbij. Dan staat het daar dus met uw broek op uw enkels, uw vrouw en uw schoonmoeder in de deuropening en uw ballen in een kopje lauw water. Je kunt u weer niet uitlullen. Ja, ik was thee aan het zetten en niet. Hij moet het zeggen. Hij moet nog wat trekken. Dat zou hij... Hupsa, ik sta ineens hier. Dat is theater. Nee, ik ben er niet in geslaagd om samen te blijven. En die is een spijtige zaak, maar... we zijn uit elkaar gegroeid. Grotendeels mijn eigen schuld. Ik begon veel optredens te krijgen en succes te krijgen. En ik ging helemaal op in het artiestenleven. Ik ben ook veel beginnen drinken. Omdat ik dacht, hey, als artiest, dat hoort erbij. Sex, drugs en rock'n'roll... Niks gezien van seks, drugs en rock'n'roll. Ik ben ook gestopt met drinken, want ik kan totaal niet tegen alcohol. Echt waar, ik sta voor het minste in mijn bloot bovenlijf op tafel te dansen. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Broek af, tette bloot, Hollandse hoeren. Nou, verpest wel de sfeer op een communiefeest. Mijn vrouw die kon er echt kwaad van worden. Terwijl mijn vrouw was erger dan ik. Echt, mijn vrouw als die begon te drinken, die stopte niet totdat ze emotioneel werd en begon te blijten. En dan niet willen zeggen wat er is. Hè. Oh nee, dat zou te gemakkelijk zijn. We maken er een quiz van. Wat is er? Niks. Ja, maar je zit op de grond te blijten. Niks. Heb ik iets gedaan van... Niks. Na een uur komt dat er ook uit. Blijkt ook, er is ook niks. Snap je nu niet dat ik gewoon een knuffel wil? Ja, en dan mocht je hem niet geven, hè. Maar nee, want dan beloont je slecht gedrag. Als ik dat vertel, zie je direct zo'n hoop mannen in de zaal zo... Ja. Dat is niet mooi, jongens.
En ik wil zeker niet natrappen. Ik had echt een fantastische vrouw. Dat meen ik echt. Wij konden goed praten samen. Wij deden veel dingen samen. Wij konden goed lachen samen. Met practical jokes. Nee, wij constant tegen elkaar op. We nemen water op de deur zitten. Of zo doorschijnende folie tussen de wc-bril en de pot spellen. Oh, ook heel leuk. Mijn vrouw die viel heel gemakkelijk op de zetel in slaap als wij tv aan het kijken waren. En dat is misschien tof voor jullie om thuis ook eens te proberen. Dus mijn vrouw viel dan in slaap en dan deed ik onmiddellijk al mijn kleren uit en ik ging er volledig naakt over staan. Zo. Dat haar gezicht dus hier zo tussen mijn benen lag. Hè? Moest haar ogen open doen, keek ze recht naar de maan eigenlijk. Hè? Nee, maar dat krijgt ze niet te zien als je dat nu thuis probeert. Straks, hè, het is de bedoeling dat ze blijft verder slapen. Okay? En je legt zachtjes, zachtjes, zonder ze wakker te maken, de ballen op de ogen. Ja, dus op elk oog een bal, zo, dat de penis mooi op de neus ligt. Een Trojaanse helm noemen ze dat. Ja, en dan kun je al eens een foto trekken voor Twitter of Facebook. Dat is echt waar en dat meen ik echt. Ik heb er echt vanaf gezien. Als mijn vrouw is weggegaan, dat was echt moeilijk. Ik ben nog nooit zo eenzaam geweest. Het enige dat ik nog had van haar was die fruitpers en de hond, Chihuahua. Ik weet het. Heel de straat lacht mij uit als ik ermee ga wandelen. Hij kon dat beestje niet wegdoen, want dat was het enige dat ik nog had. Dat was mijn enigste gezelschap nog. Ik ging niet meer optreden, ik ging niet meer feesten. Ik zat gewoon binnen, tv kijken, baden in zelfmedelijden. Ja, dat kan natuurlijk ook niet blijven duren. Het werd dan lente, een zomer. En al die knappe vrouwen op straat en je begint terug kriebels te krijgen in de buik. Je begint terug te verlangen naar liefde. Maar op die moment leek dat zo ver voor mij. Ik heb echt op een dag moeten zeggen, geubelmans, zet u erover. Herpakt u. Ga barbecuen met uw vrienden. Ga plezier maken. Zorg dat je gelukkig wordt. En als je echt gelukkig wordt, zelf hier van binnen, dan zal de liefde automatisch volgen. En toen ik dat heb gezegd tegen mezelf, is alles veranderd. Ik heb ook de dag dat ik dat beslist heb, diezelfde nacht nog gedroomd, dat ik mijn ultieme liefde leerde kennen tijdens een optreden. In de Carré in Amsterdam. Ik moet zeggen, Jentel, ik heb hier al veel knappe vrouwen zien zitten. Maar jij springt er toch met kop en schouders bovenuit. Hoe oud ben jij, Jentel? 21. 21, wauw. En die dame naast je, prachtig ook. Het zit hier vol knappe greten eigenlijk. Ik zie al locus. En daar, hoe is uw naam? Rachel. Rachel. Oh, Rachel. Een Engelse porno-naam. Sorry. Hoe oud ben jij, Rachel? 29. Alright. Godverdomme, man. Ik kan je niet kiezen. En die knappe blonde die zo naar beneden aan het kijken is van... Alsjeblieft, begint niet tegen mij. En nu, hoe is uw naam? Emilia. Emilia. Is dat een Nederlandse naam? Emilia? Nee. Nee? Maar wat? Ik zou het niet weten. Je zou het niet weten? Hoe is hun achternaam? Bos Dynamic. Wat blijf? Bos Dynamic. Bos Lenevovic. Bos Lenovic. Ja, dan zal het wel Russisch zijn of zo. Hè? Hallo, kroketjes. Hoe oud ben jij, Amelia? 26. 26. Ben jij ruimdenkend? Ja. Ja?
Heel overtuigd, ja. Zeg, die is wel het smerigste dat je ooit al gedaan hebt. Echt aan het nadenken. Nee, kijk. Amelia, we doen een testje. Gewoon om uw ruimdenkendheid te bepalen. Oké? Okay? Je moet niks doen, niet panikeren. Het enige dat ik van u vraag, is om u een hypothetische situatie in te beelden. Dat zou wel lukken, hè? Oké. Okay. Amelia. Jij ligt op de zetel te slapen. En ik... Zou je daarmee kunnen lachen? Ik zou misschien denken dat het een nachtmerrie was. Je zou denken dat het een nachtmerrie is. Dan heb je mijn ballen nog niet gezien. Hè? Sorry. Heb je kinderen? Nee. Nee? Wilde dat? Ja. Ja, echt? Moest het nu niet lukken, zouden dan openstaan voor adoptie? Ja. Ja, echt? Ah, super. Dat is wel goed, want ik heb slecht zaad. Allee, niet van smaak, hè. Maar er is iets misgelopen tijdens een practical joke. En de bal waarin gebeten is, die hapert. Allee, die stottert. Allee. Waardoor ik te weinig aanmaak en volgens de dokter zwemmen ze te traag en er waren er ook achter hun eigen staart aan het... Ik voel energie, Amelia. Hey, pas op, ik begrijp dat je niet zomaar om mijn voeten valt, hè. Dat weet ik ook wel. Ik weet heel goed dat het mijn plicht is als man om uw hart te veroveren. Dat weet ik. Maar ik beloof echt waar dat ik er mijn best voor zal doen. Want ik zie in uw ogen dat je dat wilt. En ik weet, ik ben ook maar een komiek. Dat is niet zo aantrekkelijk. Dat heb ik al vaak ondervonden. Mijn vrienden dachten allemaal toen ik begon op te treden van, amai, als artiest, nu zullen de vrouwen wel afkomen. Gebeurt niet. Als comedian heb je geen groepies. Of je moet echt knap zijn, zoals Hans Steeuwen of Joep van het Hek. Maar als je eruit ziet zoals mij, dan gebeurt dat niet. Als je eruit ziet zoals mij, dan moet je muzikant worden. Dat is echt waar. Muzikanten, hè, die mogen zo lelijk zijn als de nacht, die kunnen altijd vrouwen krijgen. Zie nou die zanger van de Rolling Stones. Dat is toch de lelijkste naap ter wereld. Die kan de knapste vrouwen krijgen. Dus ik heb iets klein voorbereid voor u, Amelia. Om toch ook mijn muzikale kant eens te laten zien. Momentje, hè. Karé, waar zitten die handjes? Het feest is begonnen. A, B, C, D, E, F, keukels. A, B, C, D, E, F, keukels. Keukels, 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 Filip. Oké, iedereen. In de handjes. Yes, baby. Het feest is begonnen. Hola. Carré. In de fik. Oh, oh, oh.
Hoppa. Mijn knieën, jongens. Je zit onder de indruk, hè? Dat is normaal, ze. Ik ben ook romantisch. Zijn er romantisch? Ja, ik ook. En ik kan goed luisteren. Dat is toch een kwaliteit dat weinig mannen gegeven is. Geef toch maar echt luisteren, hè? Ik heb daar echt een cursus voor gevolgd. Momentje, ik kan dat even wegzetten. Dat mag al in een auto. Kijk, de truc om als man goed te leren luisteren, je moet iets weten. Mannen zijn van nature geen praters. Dat komt omdat wij in de oertijd gingen jagen en we moesten zo weinig mogelijk praten om het wild niet weg te jagen. He? Dat is zo, dat is zo. He, wij, die moesten pas praten, die jagers, alleen als het echt noodzakelijk was. En dat is nu nog altijd zo. Nu zitten onze hersens nog altijd zo in elkaar. Mannen zijn functionele praters. En daardoor kunnen wij niet goed luisteren. Vrouwen willen soms dat je gewoon luistert, zonder oplossingen te geven, zonder iets. Maar dat gaat niet, want wij beginnen pas te praten als we een oplossing willen voor een probleem. En vrouwen niet. Die hebben niet echt een probleem of een oplossing nodig. Dat is gewoon een hele dag. Maar wij denken dan, oei, die is van alles aan het zeggen. Die wil een oplossing voor een probleem. Dus wij beginnen oplossingen te geven. Zie je, maar daar gaan we de fout in. Want op die moment onderbreken we haar om zelf te praten en zijn we dus niet meer aan het luisteren. Dus een truc om echt te leren luisteren als man is heel simpel. Als zij begint, gewoon laten doen. Gewoon laten doen. Gewoon laten doen. Tot als het stilvalt. En dan moet je vragen, en hoe voelt jij je er nu bij? En dan terug wachten. Amelia, wat is uw job? Onderzoeker. Onderzoeker? Hallo, kus. En wat onderzoekte jij dan? Reuma. Reuma? Wauw. Dus jij zit echt... Een wetenschapster die op zoek is naar een medicijn tegen reuma. Ja, zoiets. Ja, zoiets. Dat zeg ik ook om er vanaf te zijn, hè. Allee, en nu verder dansen, aapje. Wauw. Ga je graag op reis, Amelia? Ja. Ja? Ah, dat gaat wel moeten laten vallen, dat wil ik niet. Daar moeten we aan werken. Dat vind ik echt moeilijk. Dat komt door mijn angsten. Ik ben helemaal geen reiziger. Dat is heel moeilijk voor mij. Ik ben in mijn leven nog maar 2 keer op reis geweest, eigenlijk. 1 keer voor mijn huwelijksreis, omdat het echt moest. We zijn dan naar een Alin-hotel geweest in Turkije. Als je huwelijk direct wilt verkloten van mij het begin, ga dan naar een Alin-hotel in Turkije. En eten 's morgens samen aan tafel, 's middags samen aan tafel, 's avonds samen aan tafel. Na 3 dagen zitten elkaar kotsbui. Echt, ik heb die vakantie nog proberen te redden. Ik had tegen mijn vrouw gezegd, zeg, wat zou je ervan denken om zoiets iets actief te gaan doen? He, om zo de bus te nemen en dan in de woestijn zo'n kamelentocht te gaan maken. Ah ja, zegt ze, dat is goed. Ik zeg, super, dan ga ik een beetje aan het zwembad liggen. Maar ja, aan het zwembad liggen in een Alin-hotel, dat is niet zo gemakkelijk blijkbaar, want je moet om 5 uur 's morgens opstaan om je handdoek te gaan leggen. Ik wist dat niet, maar mensen doen dat dus. Die staan speciaal om 5 uur 's morgens op om hun handdoek op de beste stoel van het zwembad te leggen. En die komen dan misschien zoiets tegen 's avonds er even op liggen. Maar de handdoek ligt erop, dus jij mag er niet gaan op liggen. Het is hun stoel. Ik werd daar zo kwaad van, hè.
Als ik dat zag, ik legde altijd mijn handdoek over die handdoek en ik ging daar gewoon op liggen. Ik heb zo ruzie gekregen met een andere Belg. Die kwam dan af. Ja, zeg, je ligt op mijn stoel. Ik zeg, nee, ik denk het niet. Jawel, want ik heb mijn handdoek erop gelegd. Ik zeg, ja, dat is goed. Dus wat dat u wilt zeggen eigenlijk, dat is dus, als je een handdoek ergens oplegt, dat het van u is. Ja. Ik zeg, ja, dan is uw handdoek ook van mij nu. En wat ik ook geleerd heb op die reis, dat is dat uw dag pas echt gewoon aan de kloten is. Als uw vrouw de zin uitspreekt, gaan we eens naar het stadje kijken. Om gezellig langs de winkeltjes te gaan. Om ons in het zak te laten zitten door opdringerige verkopers. Ik heb iets goed gevonden, hè. Als je die opdringerige verkopers, als je er vanaf wilt geraken, dan moet je maar één ding doen. Opbieden. Opbieden. Dan kunnen die niet aan. Dan ontploft er iets in die hoofd. En dan komen die zo af met een hemd van Ludo Bos of parfum van Chanel nummer 6. Voor 10 euro. En dan zeg je 30 euro. Nee, maar nee, meneer, je begrijpt het niet. 40 euro. Ja, maar nee, meneer, dat is niet de bedoeling. 50 euro. Ja, oké, 50 euro dan. Ja, nee, daar kan ik het thuis ook verkopen. Schrikkelijk. Ja, die reis viel wel nog mee. De tweede reis dat ik ooit gemaakt heb, was een veel grotere uitdaging. Ik ben 2 jaar geleden voor een tv-programma op doorreis geweest door Afrika. Dat was echt, ik moest dus van Egypte tot in het midden van Tanzania geraken. Dat was echt rugzak kwijt, geld gestolen, maag en darmen in de knoop, vlammende diarree, overal vieze wc's. En ik was nog maar in het station van Brussel. Ik ben blij dat het klikt, Amelia. Ik ben al lang op zoek naar een goeie vrouw. Dat is niet gemakkelijk. Ik ben helemaal geen player. Dus ik zeg altijd de verkeerde dingen. Ik heb een tijd op van die datingsites proberen iemand te vinden. Maar dat is echt, dat is moeilijk, hè. Dat is een speciale code, hè, die datingsites. En bijvoorbeeld een heel belangrijke regel al. Dat is dus dat alles wat je leest, moet je maal 10 doen. Als er zo heel schattig staat, mollig, mag je gerust zijn dat er een glascontainer voor de deur staat. Ja, maar mollig zullen ze er niet snel op zitten, hoor. Want die vrouwen die vinden woorden uit, hè. Ze was vol slank. Dat betekent, tibiribirum, dik. Maar dat is toch geniaal dat je het woord slank in een woord voor dik hebt gekregen. Cellulitis? Nee, appelsinehuidje. Ah, lekker, ja. En ik vind dat niet eerlijk, want bij mannen wordt dat niet gedaan. Als je als man te veel gedronken hebt, je bent strontzat, dan is het met stront. Als wij een buikje beginnen te krijgen, je hebt een bierpens. Nee, dat is een fruitkorfje. Maar echt, die datingsites, dat is fantastisch om te lezen. Hè? Wat je er allemaal op terugvindt. Het mooiste zoekertje ooit, en dat is echt prachtig, dat komt dus van een vrouw. Dat is echt heel mooi. Die schrijft dus... Ik wil kennis maken met een lieve, attente, aantrekkelijke, verzorgde, sportieve, communicatieve, trouwe, ondernemende leeftijdsgenoot die goed met kinderen om kan, nog gelooft in het opbouwen van een duurzame relatie gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen, iemand met inhoud en die belang hecht aan waarden in het leven, iemand met stijl en klasse, met humor en ernstige bedoelingen. Ikzelf ben een niet veeleisende vrouw. Als je dit allemaal kunt als man, zit je niet op een datingsite te zoeken, hè. Dan heb je geen tijd, dan zijn er niet een dag aan het neuken. Ja.
Ja. Ik had dat gelezen, dacht, kom, wie niet waagt, niet wint. Ik heb daar onmiddellijk een reactie onder geplaatst. Lieve, attente, aantrekkelijke, verzorgde, sportieve, communicatieve, trouwe, ondernemende man die goed met kinderen om kan. Iemand met inhoud en die belang hecht aan waarden in het leven. Iemand met stijl en klasse, met humor en ernstige bedoelingen zoekt geile slet om onder te spuiten. We zullen zien, hè. Maar dat is echt spannend, hè, jongens. Dat is echt spannend. Gewoon, als je zo met iemand afspreekt via zo'n datingsite, je weet niet waar dat je gaat terechtkomen, hè. Ik heb één keer eens met een vrouw afgesproken. Ik mocht haar thuis gaan eten. Die deed de deur open. Dat was fantastisch. Dat was echt een knappe vrouw. Ik was echt... Oh, shit. Ik kreeg echt... De moed zakte mij in mijn schoenen. Maar uiteindelijk, dat was niks. Die was een hele avond aan het zagen over haar spiritualiteit. Ofwel stonden haar chakras niet op één lijn. Ofwel stond er een yin en een yang niet in evenwicht. Ofwel was haar aura vergeten te poetsen. Die was dan natuurlijk vegetarisch, kreeg er nog zo'n bord met zeewier. Zeewier. Echt waar, dames en heren. Ik ben echt heel ruimdenkend op het gebied van vegetariërisme. Maar zeewier? Ik zeg, sorry, dat ga ik niet opeten. Ja, maar er zijn toch veel mensen dat eten? Ik zeg, ja, maar er zijn ook veel mensen die op elkaars gezicht kakken. Gaan we dat dan straks ook doen? Liever niet als je geen vlees eet. Ik was echt kwaad, hè. Ik spring nog liever in een ravijn dan dit op te eten, hè. Ik zeg, excuseer als ik overdrijf. Ik spring nog liever in een ravijn met brandnetels op de bodem dat nog even jeukt voordat ik doodga, dan dit op te eten. Hè. Ik spring nog liever in een ravijn met tomatenplanten op de bodem. Dat ik voordat ik dood ga, denk, godverdomme, tomatenplekje, dat gaat er, ik weet niet hoe moeilijk uit. Dat mens bleef bellen over loslaten en ik kunnen loslaten en jij hebt mij losgelaten, maar nu moet ik u loslaten, maar ik wil u niet loslaten. Ik wil niets liever dan te sterven in de gedachte dat ik altijd aan u ben blijven denken. Maar als je wordt verlaten, word je gedwongen om zelf ook te verlaten. Ik wil niet leven in een huis en doen alsof het niet op instorten staat, maar het universum heeft onze aura samengebracht, onze zielen zijn verenigd. Ik zeg, ja, maar hoe voelt jij u er nu bij? Ik vind, hè, dat mensen niet gemaakt zijn om elkaar via het internet te leren kennen. Ik geloof in het lot. En is dat spontaan ontstaan, Amelia? Twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten in een theater of gelijk waar. Zo moet het zijn en die feromonen dat alle kanten opvliegen. Die energie dat onmiddellijk ontstaat. Die seksuele spanning dat in de lucht hangt. Zo moet het zijn, hè? Niet via internet. Gewoon echt. Echt, ik ben een grote voorstander om alles zo simpel mogelijk te houden. Ik heb het heel moeilijk met smartphones en tablets en al die dingen. Ik kan dat niet goed. Ik weet nog, tijdens mijn huwelijk had de seksuoloog ons aangeraden om seks te hebben met de gsm. Allee, niet waak. Sexting. Sexting, dat is dus erotische sms'jes sturen naar elkaar bij wijze van voorspel. Tegen dat ik zo'n sms'je heb ingedrukt gekregen, zijn we 2 uur verder, hè. Maar kijk, ik dacht, kom op een mooie dag. Ik ga mij er eens aanzetten. Ik was onderweg naar huis. Ik had mij geparkeerd achter de hoek zo. Ik begin te typen op die gsm. Ah, jo. Jo.
Ik ben onderweg en ga je keihard pakken op de keukentafel. Groetjes. En ik stuur dat per ongeluk naar mijn schoonmoeder. 2 weken na dit voorval. En je kunt dus niks doen, hè. Je kunt niks doen, hè. Dat is het nadeel van technologie. De moment dat je op cent drukt, is het weg. Je kunt niet snel die gsm kapot gooien, want het zit er niet meer in. Het is te laat. Ik krijg zo'n berichtje terug. Oké, ik ruim de tafel al af. Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik heb op aanraden van een vriend ooit... Houdt het hier nu onder ons. Dat was ook op een moment van extreme eenzaamheid. Hij had gezegd, bel eens naar de sekslijn. Dat is niet echt naar de hoeren gaan en je hebt toch contact met een echte vrouw. Dus ik had zo'n advertentie opgezocht en dat zag er allemaal heel tof uit. Maar mijn oog was gevallen op die kleine lettertjes en er stond dus zo €2 per minuut. Dat deed heel dat gesprek verpest. Ik had te veel stress over dat geld. Ik was heel een tijd aan het rekenen. Bij de sekslijn, dat is ook zo, je krijgt eerst zo een menu. Hè? Om zo al geld uit je zakken te kloppen, om je al wat aan het lijntje te houden. Eerst een menu. Dus na 3 minuten ben je al aan het rekenen. Hè? Nou jongens, dat is hier al €6 en er is hier nog niks gebeurd. Maar ja, je kunt ook niet ophangen, want dan heb je die €6 voor niks betaald. Na 5 minuten komt er pas zo'n vrouw aan de lijn. Tegen dan zijn ze op van de zenuwen. Het enige dat ik nog kon denken, dat was van godverdomme, dat kost hier al €10. Dan moet hij zo snel mogelijk klaar zijn en ik hang op zonder goeiedag te zeggen. Ik ging compleet over de rooien. Hè. Die vrouw komt aan de lijn, ik begin daar tegen te roepen. Een geile slet, ik ga u pakken in al uw gaten. En langs voor en langs achter. En klaarkomen in uw gezicht en uitsmeren door uw haar. En uw gat leeg eten. Hé, zijn jij Philippe Geubels? Oké, Carré. Nu moeten we ons even allemaal concentreren. Want dit is eigenlijk een heel belangrijk moment. We zijn naar het einde van de voorstelling aan het toewerken. En dit is het moment dat alle verhaallijnen samenkomen. Wil jij iets drinken, Amelia? Ja, shit. Ja. Kom even bij u zitten. Hola. Jij zit ook nog een lekkere wijf, zeg. Amelia, voordat we verder gaan samen, wil ik u iets heel belangrijk uitleggen. Oké? Dat je begrijpt van waar dat ik kom. Het gevoel dat ik wil beschrijven, kun je best vergelijken met te snel parkeren. Ja? Ja? Leg eens uit. Nee, kijk. Je gaat ergens naartoe waar veel volk is en weinig parkeerplaats. En je weet dat op voorhand. Je weet op voorhand, oh nee, het gaat weer problemen zijn om te parkeren. En je komt in de buurt van de ingang met een auto en je ziet een vrij parkeerplaatsje. Maar probleem, het is tussenin. Het is tussenin. Van
Het is niet echt ver om te wandelen naar de ingang, maar het is nu ook niet echt dichtbij. Het is tussenin. Dus getwijfeld. Natuurlijk, hè, je denkt in jezelf, ja. Zou ik nu hier parkeren? Of zou ik proberen dichter naar de ingang te rijden voor een beter plaatsje? Maar dan denkt al tegelijkertijd, ja, nee, dat kan ik niet doen. Ik ken dat. Dan rijd ik dichter naar de ingang, dan zijn al die plaatsen bezet, ben ik dit plaatsje ook kwijt en dan moet ik godverdomme nog verder gaan parkeren. Dus wat doe je? Je parkeert je toch hier en je denkt in jezelf, kom, dan ben ik tenminste zeker dat ik een plaatsje heb. En dan wandelt je naar de ingang en je komt voorbij al die betere, vrije plaatsjes dichter bij de ingang. Dat gevoel. Zo was dat eigenlijk als ik mijn vrouw leerde kennen. En ik zeg het nu zo, Amelia, omdat ik dus denk dat jij mijn plaatsje voor de deur bent. Staat even recht. Hallo, Chris. Je bent nog knapper in het echt als in mijn droom. En groter. Goed vasthouden, Amelia. Okay. Dat is heel belangrijk. Dat heb ik gedroomd. Er waren wel verschillen in mijn droom, waren jullie allemaal naakt. Dus als je dat misschien even zou willen doen... Jentel, jij geeft het voorbeeld. Maar ik kwam dus ook op door dit poortje. Was net hetzelfde als in mijn droom. Ik begon de show ook vanavond heel stom, net zoals in mijn droom, met een slechte mop over die fruitpers. Twijfelende lach, rare sfeer in de zaal, paniek in mijn hoofd. Oh nee, Geubels, waarom doe je dat nu toch? Je weet dat die mop niet werkt. Nu is het publiek al kwijt. Oh, dat wordt nog een leuke show. En dan met al die lelijke mensen op de eerste rij. Nou, straks, anderhalf uur, alleen in een auto. En waarom? Om alleen thuis tv te gaan kijken. Maar dan zag ik u zitten. Daar. Je waart ook naakt. Als je dat misschien even zou willen... Het mooiste moment in mijn droom was als ik heel mijn hart voor u blootlegde. Ik zag al die mensen niet meer. Ik zag alleen u nog. Ik was alleen met u op de wereld. Ik veranderde zelfs in een player. Ik zei alle juiste dingen. Ik zei u zelfs... Jij zijt een bloem. Een lichte rode bloem. In donkere kamers. 'S nachts. Een bloem. Een bloem. Ver onder steden, op schokkend gedoem. Dicht bij den stille suis, kokend gezoem. Jij zijt een bloem. Een lichte rode. Een witte bloem. Jij zijt mijn hart, mijn eenzaam levend hart. De daden van mijn lijf slaan rondom hart. Vreed, klaterende stem, veinst vreugd en smart. Jij bliksemt in mijn lijf, Amelia. Maar van binnen is het al zwart. Jij zijt mijn hart, mijn eenzaam levend hart. En ik zag maar één vraag op uw lippen branden. Wat sta ik hier met die fruitpers te doen? Je zegt gespannen. Deze fruitpers wordt het symbool van onze liefde.
En deze appelsien staat symbool voor het respect en het vertrouwen dat wij voor elkaar zullen hebben. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch alone. Laat uw lichaamssappen stromen, Amelia. Zoals het sap dat vol verwachting uit deze appelsien stroomt. En ik weet dat jij je afvraagt. Hoe moet het nou verder? Maar dat is zo mooi, dat vraag ik mij ook af. En je mag twijfelen, hè? Twijfelen is menselijk. Iedereen heeft twijfels. Ik ook. Daarnet nog. Is het wel de ware? Gaat ze niet te veel veranderen? Wilt ze mij 's morgens wakker pijpen? Maar laat gewoon de zon in je hart. We gooien al onze twijfels overboord en we springen samen. Pak je nu mee, Amelia. Je moet je nergens geen zorgen meer over maken. Ik breng brood op de plank en jij mocht me thuis heel een dag onderzoeken. Is dat uw vriend? Ja. Bedankt, hè. Hola. Amelia, dat vind ik een beetje snel. Goed, hè? Elke avond een andere. Beetje zielig doen en dan wakker. Ik wou jullie nog snel even komen bedanken en complimenteren, want ik vind wel dat jullie als publiek dat ook redelijk goed gedaan hebben. Goeie communicatieverantwoordelijke. Proficiat, Jente. Ook een applaus voor Tom en Marjolein. Bedankt voor uw eerlijkheid, Tom. Ja, ja. Ik durf dus ook niet gewoon weggaan. Ik heb ook verlatingsangst. Ja, maar ja, en ik ken dat, hè. Dan is het applaus, hè. Dan ben ik weg en dan beginnen jullie achter mijn rug. Ah, leuk, hè? Ja, nou, leuk, ja. Veel seks, hè? Ja, wel veel seks, ja. En die Marjolein, wat een kutwijs, hè? Ja. Daar zijn de mensen, hè, Marjolein. Ik heb een vaas bij als er eventueel bloemen zijn.